Dus, meneer Bosse, ik ben de gevestigde en jij zijt de beginnende. Daar zijn we het over eens. Daar zijn we het over eens. Ik vind nu wel dat jij stilaan ook al aardig gevestigd aan het worden bent, toch? Zelf heb ik helemaal dat gevoel niet, maar als ik dan kijk naar wie er nu al opnieuw weer aankomt, dan ben ik een gevestigde beginner. En toen dacht ik ook, als ik nu graag wil doen wat jij aan het doen bent, en zou ik in de verleiding kunnen komen van, weet je, ik ga dat ook doen. Maar dan ben ik dus beginnend. En jij gevestigd. Dat is toch verwarrend allemaal. Ja, het is behoorlijk verwarrend. Vanuit een soort vaag, niet onderbouwd idee van administratieve vereenvoudiging of overzicht wordt er dan gekozen voor de grote huizen. En dan die boeken en al die andere organisatietjes, die zouden dan efficiëntie in de weg staan. Terwijl als er nu één type organisatie is dat weet hoe dat ze efficiënt met geld moeten omgaan, dan zijn het wel die artist-driven organisaties en die middelgrote productiehuizen. Ik vind dat ze eigenlijk hadden moeten proberen van de regels uit de weg te ruimen. Het zou interessanter zijn. Als het over geld gaat, mensen die daarover gaan, ja, die denken toch meer aan op welke rij en receptie achteraf. En lintjes doorknippen. Hè? En dat is net iets bevredigend om een lintje te kunnen doortrekken dan van, yes, die heeft ook weer een beurs. Welke structuur dan wel? Als die rond een kunstenaar is. 1, 2, 3, maakt me niet uit. En daar zit, denk ik, een soort van bekentenis. Ze willen wel structuren, maar niet bepaald rond de kunstenaar. Structuren die iets makkelijker in te passen zijn in de grotere plannen. Want cultuur wil voor veel mensen iets totaal anders zeggen. Die energie die in dit land zit om dingen naar de mensen te brengen. Ja, het is triestig dat het niet beter gebruikt wordt. Het is tegelijkertijd ook gewoon een brute schande dat het niet beter gebruikt wordt. Absoluut. Ik dacht, kom, we maken daar een grapje van. Maar het is nu toch serieus geworden. Ja. Misschien is dat ook maar goed. Het is ook serieus, hè.